gewoon naar een persoon waar je aan kan sluiten en zo van achter de portemonnee dat kan halen. Ze zoeken gewoon een slachtoffer hier in een rij. Hey, hier Boevenspotter, tof dat jullie weer kijken. Helaas het vorige filmpje wat over zakkenrollers ging met die dames kan ik nu helaas nog niet laten zien. Die komt pas ongeveer over 2 weken. Gaat de komende 2 weken even iets anders doen. Dus deze week en volgende week. Nu laat ik even een paar beelden zien. Van een paar weken geleden. Toen was ik in Den Bosch en in Tilburg. Ik heb daar geen zakkenrollers gezien. Maar ik heb het zo gezellig gehad. Dus ik denk, laat maar daar even een filmpje van zien. Dus ik denk van, dan weet u dat hiervan. Dan gaan we daar nu eventjes naar kijken. Goedemorgen. Hier ben ik dan in Den Bosch. Gezellig hier. Nou, vandaag gaan we eens kijken of hier zakkenrollers aanwezig zijn. Het is lekker vroeg. Ga ik even lekker ontspannen hier. Even een beetje kijken hoe het hier allemaal in zijn werk gaat. En dan gaan we eens maar lekker eens gewoon eens op zakkenrollersjacht. Gaat echt spannend worden. Oké dan, die is er ook helemaal klaar voor. Politie. Motortje is het ook al vroeg. Kijk, dat ziet er wel heel goed uit dit hoor. Oh, heel mooi dit hoor. Er is alleen nog net een paar van die apen die uit die bomen komen springen. Nou, hier een mooie lounge tentje erbij. Leuk hoor. Kijk, hier heb je dan een lekkere speciale, de echte bossenbollen. Zo, dat zijn pas echtjes. Kijk, grote bollen zeg. Lekker. Hey, gekke werk jongens. Ik zit in het restaurant Jan de Groot. En ik ga nou gewoon zo'n lekkere bossenbol eten. Nou, ik ga het gewoon even lekker eens proberen. Nou, ik ga nou Den Bosch verlaten. Ik vind het heel rustig. Ik heb niet echt wat spectaculairs gezien. Ik ga nou de trein pakken naar Tilburg toe. Gaan we daar eens even kijken of ik daar wat raar zie. Maar hier in Den Bosch vind ik het vrij rustig. En in Tilburg heb je die kermis. Dus wie weet is daar wel. Nou, hier ben ik dan in Tilburg. Hier het politiebureau van Tilburg. Kijk, vergeet niet de kermis, hé. Gekke werk. De glittertjes van Roy Donders. Goeiemorgen. Hier ben ik dan in het gekke Tilburg. Mijn missie is vandaag, ga ik vandaag op zakkenrollersjacht. En ik ga eens kijken, het is vandaag roze maandag. En ik kreeg heel veel mailtjes van mensen, God non de ju. En die vertelden tegen mij dat er veel zakkenrollers hier actief zijn. Nou, ik ga me focussen, dat is mijn doel. Ze moeten gepakt worden hier in Tilburg. Nou jongens, ik zie hier wel genoeg politie hier lopen. Er is totaal niks aan de hand als er iets gebeurt. Nou moet er wel een beetje actie komen. Tenminste, als je het durft. Ja! Ja, jongens, het is echt super druk hier, maar het is nog geen zakkenrollers te zien. Ik hoop dat jullie me horen. Gek uit hier in Ik sta hier tussen al die mensen. Het is echt niet om vol. Ik weet niet waar ik moet kijken. Ik kan echt niet kijken. Ik kan even YouTube. Allemaal even liken en abonneren. Ja, ik ben super.
Dit is zo hier, het is super druk hier. Ik word hier echt slecht. Het is echt kort om een beetje te kijken. Kijk dat het best is, dat valt al slecht hier. Ik zag er alles genoeg, maar het is echt druk te halen. Ik moet hier gewoon slecht. Ja, ik ga even naar iets wat rustiger doen. Weet je wat het is? Hier is het gewoon echt niet te doen hier tussen de drukte. Ik ga het gewoon concentreren, zeker. Ik geef nog niet op, ik ga blijven zoeken. Want ik weet dat die Tilburgers, die zakkenrollers, die zijn gewoon niet aanwezig. Dus ik blijf gewoon echt gewoon zoeken dat ik ze gewoon vind. Ik laat me gewoon niet gek maken hier in Tilburg. God onder u. Wat een gezelligheid hier. Al die mensen die kennen mij, die krijg ik allemaal bier. Nou, zoals je het zag, was het echt super gezellig daar in Tilburg. Geen zakkenrollers op gedaan. En in Den Bosch niet te vergeten. Het volgende filmpje wat ik wil even laten zien. Dat gaat over twee gasten. De eerste gast die je ziet is met die spijkerjasje aan. Die probeert een dame te rollen. Tijdens dat ik aan het filmen was. Ik heb hem helaas later kwijtgeraakt. Ik had deze wel op Facebook geplaatst. Alleen foto's. En het filmpje daarna zie je een bagagedief. Die landelijk actief is. En die zie je heel even in beeld. Kijk even naar, ja? Oké, dan. Hij zit gewoon naar die tas van die dame te loeren, lijkt het wel. Ze horen hem niet bij elkaar. Kijk, gaat hij ook stilstaan? Zij staat stil. En het is geen stelletje. Je kan dat echt zien dat dit geen stel is. Hij loert op die tas, die gozer. Die braaf achter haar aan. Die hoorden echt niet bij elkaar, deze twee. Hij is iets van plan, deze gozer. Maar wat, dat weet ik niet. Echt waar, het zakkenrollersteam is er nog niemand. En hij zit in de Sara. Ik sta aan de overkant bij de Sara. En ik hou hem van buiten in de gaten, maar hij zit achter die dame aan waarvan ik net dat filmpje liet zien met die tas. Hij loopt nu naar buiten toe. Nou weg. Hij zit weer in de Sara. Hij zit gewoon achter die dame aan met die bruine tas. Hij gaat helemaal naar achteren toe. Als je goed kijkt, zie je misschien niet. Hij loopt echt veel te nerveus heen en weer. Kijkt om zich heen. Stond net achter een Aziat. Ik houd op een zakroller. Kan ook nog een bagagedief zijn. Hij kijkt helemaal echt nerveus om zich heen. Dat zijn de kenmerken van bagagedieven en zakroller. Dat hij om zich heen kijkt. Nou komt de trein aan. En dan weet ik niet precies wat. Nou, dat was het dan. We hebben nog één ding, heb ik. Dat is volgende week toch nog één rare filmpje. En daarna komen echt weer de filmpjes over de zakkenrollers. Volgende week doe ik eenmalig Q&A. Dus je kan gewoon vragen stellen en ik geef dan antwoord op. Vergeet niet je naam bij te vermelden en de plaats waar je vandaan komt. En ga proberen je vraag te stellen. En voor de mensen die daar totaal niet van houden, die week daarna komt weer gewoon filmpjes over zakkenrollers. Ja? Ondanks een filmpje wat je toch niet gewend bent van mij, toch eventjes het duimpje omhoog. En vergeet voor de mensen die voor het eerst zijn even te abonneren. Yep, oké, dan groetjes.